ongelooflijk grote vlammen. Echt hoog, helemaal niets haalbaars meer. Gewoon klaar. Er waren twee gasflessen waren reeds geëxplodeerd. En uit mijn gedachten wist ik dat er 3 of 4 moesten zijn. Ja, die twee die explodeerden, die hebben volgens mij de hele buurt zo'n beetje wakker gemaakt. Hans is er kapot van, want er is veel verloren gegaan. Ja, alles wat waar we met veel plezier hebben opgebouwd, is nu in één keer verdwenen. Maar we moeten verder. En we gaan verder. De brand blijkt dus aangestoken en dat maakt het verlies nog veel zwaarder. Je weet hoe de omgeving is. Je weet wat er gebeurt in de omgeving. Je hoort te veel rottigheid. En door deze brand is de vereniging gewoon met een heleboel rottigheid opgezadeld. En ben je dus altijd weer afhankelijk van onverlaten. In dit geval. In Huizen woedde vannacht kort nog een brand in kapperszaak Oasis in winkelcentrum Oostermeent. Onderzoek bevestigt dat het ook daar om een aangestoken brand gaat. De politie roept getuigen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond de locaties van de branden. Dan vraag je af hoe nu verder? Dat is op zich helemaal geen probleem. Deze terrein moeten we even wegpinken. En we moeten verder en we gaan deze vereniging gewoon weer geven wat de vereniging altijd had. En wat is dat? Dat is gewoon saamhorigheid, gezellig met z'n allen koffie drinken. Met z'n allen genieten van ons motto... Tuinieren met plezier.